Nijmegen is Green Capital van 2018 geworden. In dat jaar mag Nijmegen zich de meest duurzame en groene stad van Europa noemen. In aanloop hier naartoe fietste Henk Horstink al eerder naar Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië, waar de prijs werd uitgereikt. Ik heb 1250 kilometer gefietst, ongeveer. Want ik heb het niet precies gemeten, maar met mijn routeplanner kwam ik op 1250 kilometer. Ik heb echt tranen in mijn ogen van ontroering. Zo'n ontvangst, gewoon geweldig. Mooie stad en vooral de ontvangst. Ja, Henk droeg een estafettestokje over aan estafettelopers. In dit stokje zit een USB-stick met erop 36 duurzaamheidsinitiatieven die in het kader van Green Capital zijn uitgezet. We hebben het parcours op twee manieren afgelegd, mag ik wel zeggen. Hardlopend, dat heeft ieder van ons gedaan. Vier etappes waren het, vier personen met vier keer een route van ongeveer 4-5 kilometer. Maar daarnaast hebben we het ook mee gefietst en dat was zeker zo zwaar. Het grootste gedeelte was klimmen en daarna was het gevaarlijk dalen. Om Nijmegen te presenteren als de meest duurzame plaats van Europa, werd de jeugd uitgenodigd om de stad te vertegenwoordigen. We hebben ongeveer 40.000 studenten en al die mensen willen natuurlijk een effort maken om een duurzame stad te zijn. We hebben al een paar kleine dingen meegekregen. En Nijmegen vindt het gewoon heel belangrijk dat de jongeren meedoen. En zo is ons gevraagd om om die idee te bedenken om zowel jongeren als ouderen te betrekken in een initiatief om Nijmegen te vergroenen. En dat heb ik met een vriendin bedacht. En daarom zijn wij hier om dit te presenteren. Onze school heeft eigenlijk verzocht om leerlingen te vragen om een idee te bedenken om Nijmegen groener te maken. En een vriendin en ik hebben daar een idee voor bedacht. En uiteindelijk zijn we uitgekozen en mochten we mee naar Slovenië om ook ons idee te presenteren. Het plan houdt in dat onder andere het park van de Goffert deels gerenoveerd zou worden op zo'n manier dat jong en oud zich in kan zetten. Gewoon door zijn eigen leven te leven, maar door hele simpele veranderingen die echt een klein verschil kunnen maken, in te zetten. Zoals gescheiden prullenbakken en ik zal het beste niet verklappen, maar we zullen veel gebruik maken van de natuur en van de mens in combinatie, want dat is uiteindelijk waar we samen voor zijn. De voorbereidingen waren eigenlijk vrij abrupt. Er is ons gewoon een paar lijnen gegeven, weet je, dit zouden wij van jullie verwachten, dit past in het plaatje. En daar hebben we ons proberen te houden. En uiteindelijk hebben we de presentatie meerdere malen geoefend. En iedereen kwam met zo'n vernieuwende richting en met zo'n vernieuwende blik op de zaken, dat het wel echt één geheel vormt van een stad. En dat ons plan er heel mooi tussen valt, net met een jongere view erop. De onderscheiding wordt uitgereikt om het milieubeleid in Europa een impuls te geven. Een stad komt niet zomaar in de top 3 van de Green Capital Award. Als programmamanager duurzaamheid van de gemeente Nijmegen ben ik ambtelijk verantwoordelijk voor de deelname van Nijmegen aan deze Europese competitie. En als Nijmegen verkozen worden als duurzame stad van Europa, dan ben je in 2018 het hele jaar het duurzame centrum van Europa. En dat betekent dat er allerlei conferenties in de stad zijn, dat er allerlei activiteiten in wijken van Nijmegen plaatsvinden met duurzaamheid als thema. Nou, je moet er aardig wat ervoor doen. We hebben een heel boekwerk moeten inleveren. We hebben op 12 thema's moeten beschrijven waar we vandaan komen, waar we nu staan en waar we naartoe gaan. Dus wat onze doelen zijn en wat onze uitdagingen zijn. En dat rapport dat wordt beoordeeld door 12 Europese experts. En die ranken vervolgens de deelnemende steden. Je wordt wel verwacht na een aantal jaren een rapport te maken waarin je beschrijft wat je hebt gepresteerd, wat je hebt geleerd van het zijn van Green Capital, hoe het staat met je duurzame inspanningen om de stad te verduurzamen. En daar leer je zelf van en daar leren ook weer andere steden van. Het zou leuk zijn als dat extra bezoekers vanuit Europa trekt. Die denken van, hey, deze stad die heeft wat bijzonders. Misschien wil mijn stad ook wel zich inspannen om duurzamer te worden. En misschien zijn er leuke voorbeelden in Nijmegen te zien die mijzelf dan ook weer inspireren als bezoeker van de stad. Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo dat de bekendheid van Nijmegen als duurzame stad ook makkelijker toegang geeft tot Europese financieringsbronnen. Het is makkelijker om Europese projecten te realiseren. En we merken nu al eigenlijk, omdat we een paar keer finalist zijn geweest, dat we vaker worden gevraagd om aan Europese projecten deel te nemen.
Nijmegen kon de uitslag in Ljubljana volgen door middel van een live verbinding. Now that I have all your attention, the European Green Capital winner for 2018 is the city of Nijmegen. Twee keren deed Nijmegen mee en uiteindelijk werd de stad dan toch de winnaar. Ja, ik vind het fantastisch natuurlijk. De gemeente Nijmegen deed nu voor de derde keer meer mee. En dit was ook de laatste keer. Hè. Vier keer moet je niet meer meedoen. Dit was drie keer in scheepsrecht. En gelukkig is het zo uitgekomen. En de presentatie is volgens mij ook steeds beter geworden. Want we moeten niet alleen aantonen via rapporten wat we allemaal doen op milieugebied en op duurzaamheid. Het gaat echt over 12 thema's van afval, rioolwater, oppervlaktewater tot energiebesparing, etc. En daarmee met de technische ranking stonden we ook op 1. Maar ja, dan is nog altijd de vraag, hoe doe je het bij de presentatie voor de jury? En dit was de derde keer dus. En wij mochten met een club Nijmegenaar erbij zijn. Dat was ook voor het eerst. En toen zagen zo meteen de jury hoe groot die beweging is in Nijmegen die dat graag wil. Hè, die graag European Green Capital wil worden. Er deden verschillende steden mee. Ik denk zo'n stuk of 10. En 3 steden mochten naar de finale. Waaronder Den Bosch, Nijmegen en Umeå uit Zweden. Allemaal trouwens middelgrote steden. Dat was ook voor het eerst. Hiervoor hebben we allemaal grote steden gewonnen, zoals Stockholm, Essen en Bristol. En nu wint een kleinere stad. We hebben ook laten zien dat we al meer dan 10 jaar consequent en integraal bezig zijn op het gebied van duurzaamheid. Hè. Dus wij pakken alle thema's op en aan. Hè. De fietspaden, we hebben enorm veel fietspaden. We hebben het warmtenet gerealiseerd voor heel veel duizenden woningen. We gaan windmolens realiseren. We hebben een immense energiebesparing met elkaar, met alle Nijmegenaren bereikt. 50% minder energie verbruikt ten opzichte van 2008. Dus wij doen heel veel en het wordt nu ook gelukkig gezien, ook door Europa. En we mogen dat voorbeeld uitdragen in 2018 als stad. En de gemeente gaat ook van alles organiseren, neem ik aan. Dat hebben we ook zo, dat heeft de delegatie ook aangegeven bij de jury. Er worden allerlei congressen georganiseerd, onder andere een afvalcongres. Maar ook allerlei activiteiten in 2018. Dus het is niet alleen een prijs, hè, want prijs is makkelijk. Nee, het is ook een project wat Nijmegen heeft binnengesleept. En dat betekent dat we in 2018 nog veel meer duurzaamheid zullen krijgen in de stad. En dat ook gaan uitdragen naar andere steden in Nederland, maar ook naar het buitenland. En dat betekent ook dat in 2018 verschillende delegaties deze kant op zullen komen. Die willen allemaal weten hoe Nijmegen het dan doet. Waarom is Nijmegen zo goed? Dan is de taak van de gemeente en van al die organisaties in de stad die deze prijs eigenlijk in feite mogelijk hebben gemaakt. Het is aan hen om dan te laten zien wat ze allemaal doen en wat we kunnen leren van anderen, maar ook wat ze kunnen leren van Nijmeegse organisaties.